18 februari, dan is het weer zover. Dit jaar is het echt carnaval, zonder onderbrekingen. En het wordt een groots carnaval. En daarover ga ik praten met de prinses Frederik van Delkenschat en prins John de Nuster. Frederik, welkom bij Lovo en gefeliciteerd met je benoeming van de jeugdprinses van Delkenschat. Tegenover mij staat dan prins John, zoals gezegd. Nou, we zijn nog lang niet zat. 5 keer 11 in Delkenschat. Nou, het is niet niks, hè. Frederik, waar zit jij op school? Ik zit in groep 8 van de Groene Parel. Zo, ja. Dat is goed. En wat zijn jouw hobby's? Natuurlijk carnavallen, paardrijden en dansen en gewoon tekenen en zo. Het lijkt alsof we dit jaar alles voor het eerst weer een keer mogen blijven, Huub. Want carnaval zonder beperkingen, met heel veel nieuwe initiatieven. Dat is natuurlijk een hele mooie gelegenheid om als prins daarbij aanwezig te mogen zijn. Ik werd nog een keer gevraagd, speciaal ook voor dit jubileumjaar. Dat maakt het ook wel heel speciaal en daar ben ik bijzonder trots op. Maar ik kan natuurlijk niet zonder mijn Raad van Elf. Hoe vind je het om deze mooie titel te mogen dragen van prinses Frederik van Delkenschat? Ik vind het heel erg leuk, want ik wou het ook al heel erg lang als kind al. Dus ik vind het heel erg leuk dat ik er mag zijn. Dus je zit er al heel vroeg in dan? Ja, want mijn zus die zat er ook al in en toen zag ik helemaal en toen was ook nog eens een keer een proces, dus toen vond ik al helemaal leuk. In 1968 was er een bijzondere gebeurtenis in Huize Monkel. Ja, dat is een heugelijk feit, ja. 1968 is een goed bouwjaar, zou ik zo maar zeggen. Ik word dit jaar 55. Dat klopt precies. Ja, dus dat is inderdaad mooi om het jaar dat je zelf 5 keer 11 bent, om het dan ook te kunnen vieren. En nogmaals, bijzonder trots dat het een jubileumjaar is wat ik dan voor mag gaan als prins. Waar ga je allemaal naartoe met carnaval? Wat ga je allemaal doen? Nou, we gaan op vrijdag gaan we scholen bezoeken en zaterdag wordt natuurlijk de dolgeesten. En maandag gaan we naar kindercarnaval en dinsdag gaan we taartjes rondbrengen bij de bejaarden. Ja, het KLM open terrein, wat op zaterdag dus gebruikt wordt, wordt ook de dagen daarna gebruikt voor allerlei festiviteiten, bijvoorbeeld ook de uitreiking van de optocht, wat voorheen altijd in Tiliander was. Gaan we nu ook op het Dolkersplein doen. We hebben activiteiten ook voor de jeugd, buiten, dus we zijn heel erg benieuwd wat dat gaat doen. Geleiden jullie? Annette, dat is mijn moeder, Elke en Heidi en Patricia. En ik zag ook Thea, doet die ook? Oh ja, Thea. Oh, die kunt dat niet missen, hè, Thea. Nee. Jongen. We op de Boerenbruiloft krijgen we natuurlijk op maandag. Ja. En waar gebeurt dat? Dat is ook op het rondom Dolkersplein en de kiosk vinden de festiviteiten plaats. En het feest zal plaatsvinden bij Labelle. De carnavalsmis is dit jaar in de Johannes. Waar het jarenlang al in de Petrus is, hebben we nu toch een wat andere viering met ook wat meer carnavaleske elementen erin. En ook daar mag ik nu een keer een woordje doen. Ik ben al een aantal keren bij de mis geweest, maar ja, nu ook gelegenheid om daar een keer een persoonlijke noot te vertellen. Dus dat is mooi. Ja. Ja. Namens Lovo wensen we jou en jouw achterban, zoals dat heet, dus jouw Raad van Elf, een ongelooflijk fijn carnaval. En fijn dat je hier bij ons in de studio was. Ja, dankjewel. Ja, nou dan rest mij om jou, dat 55ste jaar, dat je er goed door mag komen. Dat zal ongetwijfeld lukken. Gaat lukken. En heel veel successen met carnaval. En vooral als prins, maar alles wat daarbij hoort. Dankjewel, Huub. We gaan elkaar vast en zeker zien tijdens carnaval.